Holy shit! What the fuck? Ik denk dat mijn computer gaat uitvallen en ik kan de frames niet aan. YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we een spel. Wow, Acid Games op jouw kanaal. Ik dacht dat je nooit meer ging gamen op jouw kanaal. Ja, het is heel veel aangevraagd. En ik dacht van, ik vind het ook gewoon het leukste om te doen. Dus vanaf vandaag ga ik weer wat meer games uploaden. Het is geen Minecraft. Het is veel beter dan Minecraft. Vandaag gaan we gamen. Dus doe zeker een duimpje omhoog als je deze serie leuk vindt. Geef het een kans. Anders is het altijd ik gewoon die voor de camera zit te zeiken tegen jullie. Dus dat is ook niet de bedoeling. Vandaag spelen we Subnautica. Hey! Het is een ja, ik weet niet hoe dit game soort noemt. Maar het is dus een soort van Minecraft. En je zit op een waterplaneet. En daar is ons grote spaceship. En ja, het is gewoon een zwemspel. Ga eraan beginnen. Let's go. Ja, we springen in de water. En nu zijn we in de water. En hier zijn er allemaal leuke vissies. Hallo vissies. Dit is ons huis, denk ik. Hallo huis. In ons huis kunnen we allemaal dingen maken. En lekkere eten maken. En we kunnen water maken. En allemaal andere leuke, coole dingen. Helemaal mooi. Maar voor we dat kunnen doen, moeten we natuurlijk eerst resources vinden. Dus we gaan een beetje zwemmen en we gaan resources zoeken. Ik heb al gezien op vele andere YouTube-kanalen dat er blijkbaar heel veel enge vissen zijn en creepy vissen. En vissen die je half neersteken als je bij hen zwemt. Daar proberen we niet bij in de buurt te komen. Want ik ben zo iemand die nogal heel snel bang is in spelletjes en zo. En ik schrik heel snel. Dus wat is dit? Is dit een frigo? Hebben wij een koelkast gevonden? Oké, er zijn hier allemaal Acid Mushrooms. Let's go. Ik heb gewoon mijn eigen mushroom in dit spel. Dit is helemaal mooi. Het enige kut aan het spel is dat je met een zuurstoftank werkt. Je moet eigenlijk gewoon heel de tijd om de zoveel seconden naar boven zwemmen om zuurstof te pakken. Hier liggen er quartz. We nemen gewoon alles mee. Ik weet niet wat het doet, maar we nemen gewoon alles mee wat we vinden. Hier zijn er weer allemaal kleine visjes. Straks zwemt er zo ineens een hele grote octopus naar mijn beeld. En dan ben ik dood. Dus dat is niet de bedoeling, neem ik aan. We hebben een visie. Kijk, we hebben een visie in onze hand. Ja, oké. Okay, dat was gewoon de goal. Nu gaan we terug naar onze basis. Let's go. The drive core is breached. Ja, maar stomme slet, hou gewoon je bek. Ik ben niet geïnteresseerd in je fucking bullshit. Oké, ze zijn eindelijk gestopt met praten. Nu kunnen wij onze vis koken. Ja, we koken de vis. Let's go. We hebben de vis gekookt. Awesome. Oké, het eerste wat we sowieso nodig hebben is meer zuurstof. Want ik wil veel langer onder water zwemmen, dat we de enge visjes kunnen zien. We hebben titanium nodig of zo. Dus we gaan nu even titanium zoeken en dan gaan wij een zuurstoftank maken. Ik weet alleen niet meer welke toets ik heb ingesteld als inventory. Ik ga gewoon het spel opnieuw opstarten en kijken wat de input zijn voor mij. Ja, je weet wel wat ik bedoel. Ik heb het gevonden. Easy GG. Oké, we hebben hier gekookte boemerang. Let's go. Hier hebben we nog onze acid mushrooms. En die slet begint weer te praten. Hou gooi je bek. We kunnen hier ook onze eigen base maken, zie ik. Holy shit. Het spel is veel uitgebreider dan dat ik dacht. Ik dacht dat dit gewoon een makkelijk spelletje ging zijn. Gewoon een beetje zwemmen. Hey, let's go. En daar is de planeet. Penis. En we gaan terug in het water. Let's go. Dit is een luchtzak. En samen met de luchtzak gaan wij een beetje zwemmen. Ik hoor rare geluiden en het wordt hier ook dieper. Dus, oh my god, ik ben nu al bang. Dat is echt niet goed. Ik moet titanium vinden. En de vraag is waar dat ik titanium ga vinden. Ja, dat weet ik niet. Is dit titanium? Nee, dat is iets anders. Ons schip gaat ontploffen. En ik heb nog altijd mijn luchtzak vast. Wat gaat er gebeuren? Holy shit! What the fuck? Ik denk dat mijn computer gaat uitvallen en ik kan de frames niet aan. En de luchtzak krijgt ook een flip. Holy shit, vis, rustig. Ja, dat was dus ons schip. Ik heb je niet zo goed gekend, schip. Rest in peace. How could this happen to me? I'm made by mistakes. Oké, we gaan eerst onze luchtzak koken. Want ons mannetje heeft weer honger. En het is echt de dikzak. En hij moet heel de tijd eten. Dus we gaan eerst onze vis koken. Let's go. En zo hebben we gewoon een gekookte luchtzak. Let's go. Maar we hebben nog altijd titanium nodig. Dus we gaan even een titanium zoeken. Oh my god, het is nacht. Ik haat mijn leven. Ik haat elk fucking spel in de nacht. We're going for another swim in the water. Waar is de titanium? Oké, we hebben gewoon titanium nodig. We hebben geen motherfucking rare vissies nodig. Gewoon titanium. Er is ook iets kapot in ons huis. Misschien kan ik dit vermaken. I don't know. Zo typisch in een spel waar het allemaal gaat over zwemmen in de zee. Dat je gehydrateerd moet blijven en dat je moet drinken. Dat slaat helemaal nergens op. Wat een mooie ochtend op de planeet Sukadik. We noemen deze planeet gewoon vanaf nu Sukadik. En die planeet daar is Venus. Oké. En we gaan nu op zoek naar fucking titanium. Ik zweer het. Als ik geen titanium vind, dan ga ik een dikke flip krijgen. Is dit titanium?
titanium? Nee, dat is geen titanium. Is dit titanium? Nee, dat is geen titanium. Dit is ook geen titanium. Is zo typisch in elk spel. Ik vind nooit iets. Nooit. Op Minecraft kon ik geen kool vinden in het begin. Dit is zoutafzetting. Dat woord bestaat ook niet in het Nederlands, maar oké. Ik denk als ik blijf verder zwemmen en zo echt geen fuck geven over waar ik naartoe ga, dat ik echt in het territorium ga komen van grote inktvissen en zo. En dat is echt gewoon niet wat ik wil. Meestal als ik één keer een dikke jumpscare heb bij een spel, speel ik het nooit meer. Wow! Oké, dat zijn grote zeekoeien, denk ik. Oké, die, maar die dingen wil ik gewoon niet. Oké, we zwemmen weg. We zwemmen weg. Is dat titanium of zijn dat kwallen? Als dat kwallen zijn, ga ik waarschijnlijk dood. Oké, nee, dat is een bal. Oké, we hebben een random voetbal opgeraapt. Ik weet niet wat we daarmee kunnen doen. Ik weet echt niet wat dit ding is. Het ziet er fucked up uit. Kan ik dit niet weggooien of zo? Ja, oké, we hebben het weggegooid. Awesome. Dag 47 in de onderwaterwereld. Sukadik, nog steeds geen titanium gevonden. Misschien ligt er in deze grot titanium. Ik betwijfel het. En ik verwacht eigenlijk gewoon meer dat ik grote inktvis tegenkom hier. Ja, misschien is er titanium. Waarschijnlijk niet. Hallo, titanium. Kom bij papa. Oké, die grot gaat veel te ver door. I'm out here. I'm fucking out here. Altijd met die stomme spellen met een diepe grotten en een grote vissen. Kijk, hier drijft er allemaal zeewier. En hier zit er ook een fucking grote put in de grond. Grote putten in de grond zijn niet positief. Oh, titanium. Waar bent jij vandaag? Misschien is er in deze put titanium. Ik betwijfel het. We gaan eens kijken. Hallo? Hallo SpongeBob? Bent jij hier? Ah! What the fuck? Wow, dat was niet. Ah, we gaan dood. We gaan dood. Het leven is gedaan. Het leven is gedaan. Het leven is gedaan. Wat doe ik? Wat doe ik? Wat doe ik? Ik durf niet te kijken. Ah, mama. How could this happen to me? Is dat de piranha uit de grot gekomen? We hebben geen zuurstof meer. Mijn mannetje zal doodgaan. Nee, ga snel naar boven. Ja, oh, we hebben het. Oh, stom spel, ik heb je. Oké, wat heb ik geleerd? Ga niet in grotten, want dan ga je dood. We zijn net aangevallen door een piranha. En die bol ligt daar nog altijd. What the fuck? We zijn net aangevallen door een piranha. Ons schip is ontploft. Waarschijnlijk zitten de engste monsters onder dat schip. Dat zou mij echt gewoon niks verbazen. En ik heb nog altijd geen titanium gevonden. Het is zo typisch dat je voor alles titanium nodig hebt. Daar één iets is wat ik niet vind. Titanium. We kunnen titanium maken. Oh, ja, we hebben een lucht. Wie deed dit? Oké, dat was gewoon de goal van deze aflevering. We hebben niet zoveel gedaan, maar ik denk, ja. Dus vond jij het nu leuk? En wil je dat ik dit fucking spel meer ga spelen? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik vond het heel leuk. Ik kreeg bijna hartaanval, maar oké. Ik ben deze zit en ik zal zeggen, we hebben heel de tijd titanium gezocht. En eigenlijk kan je titanium waarschijnlijk niet vinden, maar moet je het maken. Dat betekent gewoon dat ik echt suk. Dus dames en heren, doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben deze zit en ik zal zeggen, joe, ja, joe, ja. Hello.